Vrijdag en zaterdag konden belangstellenden een kijkje nemen en zich inschrijven voor een woning in Tiele-Oost. Op het terrein dat bekend stond als deelgebied 2 van het vijverterrein. Op dat terrein was tot voor kort een dependance gevestigd van Reuvers Autodemontage. De belangstelling van het publiek was groot. Wat heel bijzonder is dat wij met de gemeente samen en uiteraard met de betrokkenen in 6 maanden tijd van 0 een bestemmingswijziging hebben doorgevoerd. Woning hebben ontwikkeld, startverkoop hebben gedaan. En uiteindelijk vandaag dit als de kers op de taart, dat wij onze mensen kunnen hier verwelkomen, onze toekomstige bewoners. Wij gaan hier 43 woningen maken, 2 vrijstaande, 14 tweekappers en 27 rijwoningen. Die zitten in diverse prijsklasses en de bedoeling is dat uiteindelijk wij in rond juli, augustus gaan starten met de bouw. En dat de eerste bewoners hier in mid-december zich mee even de kerstboom kunnen neerzetten.